Gasten van Prometheus Live. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van The Lord of the Rings mod. Zoals jullie kunnen zien heb ik mijn mooie huisje even gedecoreerd met een mooie kroonluchter. Ik heb een oventje. Ik weet niet eens of ik die eigenlijk al had. Voor mij niet. En ja, ik heb even in mijn mijntje hierna wat ertsen gehakt. En daar heb ik vooral veel iron gevonden, dus zoals jullie kunnen zien heb ik nu een dagger, spear, sword, axe en pickaxe, wat best chill is. Maar ja, vandaag gaan we vooral even verkennen. Hopen dat we de weg weer naar huis zullen vinden. Ik heb nu een bed, ja, ook wat chill, is wel handig. Dan spannen we hier als we gekild worden. En, oh ja, wat ook wel belangrijk is, om even te laten zien. Kijk, ik heb ook even wat armor gevonden. Ik heb tin gevonden en nog koper, waarmee ik een mooi brons kon maken. Ik heb iron gevonden en, ja, zoals jullie kunnen zien, heb ik een mooie ork chestplate. Die heb ik gewoon heel simpel gekregen door een ork te killen. Die best irritant zijn. Oh leuk, dan ga ik vergiftigd. I don't like it. Maar oké. Laten we even op verkenning gaan dan. Ik moet wel echt zeggen dat ik deze wereld echt fucking tof vind. Ik heb natuurlijk in mijn tweede aflevering van Skyblock even al een beetje samengevat wat ik natuurlijk gedaan had en zo. Of camera dan. En wat we nu zouden gaan doen. Dus als jullie die gezien hebben, dan weten jullie ook wel dat vandaag echt een beetje verkenning wordt. Misschien een Dunedain Ranger vinden. Hey, we komen gelijk weer een Uruk-hai tegen. Hoi, hoi. Je gaat eraan. Oh. Kijk, wat is dit? Ork trot. Zullen we drinken? Oh. Ik weet niet wat het inhoudt. Oh kut, er gaat leven vanaf. Kut. Oh wacht, het lama, het komt erbij. Ik dacht dat het er vanaf komt. Dosti. Oké, we gaan even kijken. Oh kut. Oh, een wark. Ik haat wark. Die zijn echt zo kut. Maar hey, schreef wel wark voor. En daar kun je ook weer mooie dingetjes van maken. Zullen we hem killen? Oh, hij komt er naar ons toe. Hoi meneer de Uruk. Hi. Ja, hoi. Rot is op. Rot is op. Ik zeg toch rot is op aan de kant jij. Je moet één ding wel zeggen. Die Uruks zijn heel mooi gemaakt. Maar ook echt fucking irritant. Dacht je dat zombies en skeletons... Irritant waren, ga even Lord of the Rings spelen. Dan krijg je echt een grote hekel aan die kut Uruk-hais. En dan zullen er veel kijkers zijn die denken, Chris, kom op, wat kan zo'n Uruk-hai nou doen? Ga maar eens tegen hem vechten. Uruk, die zijn makkelijk. Ik hoor nog één. Oh, wacht, er komt een wark. Kijk, ik ben nog geen 5 minuten buiten en ik heb nu alweer een half orkenleger afgeslacht. Het stikt hier gewoon van die mobs. Ik heb een mooi plekje uitgekozen. Geen Dunedain te vinden. Ik had off camera wel een bos gevonden waar het stikte van de Dunedain Rangers. Alleen ja, toen had ik mijn huis niet meer teruggevonden. En ja, tegen de tijd dat ik mijn huis weer gevonden had... Ja, toen wist ik geen eens meer welke weg ik afgelegd had om dat bos te vinden. Zoals jullie kunnen zien zijn die pijltjes op mijn minimap. Uruks, orks, warks. Dus ik weet niet of het ook staat voor Dunedain. Oh kut. Ik heb één keer te maken gehad met die crossbow Uruks. Ik haat ze, ik ontwijk ze. Ik probeer echt gewoon wat Dunedain te vinden. We cast en we can fight with them. Dunedain vind je echt vaak in bossen.
Oh, tuurlijk, een wark. Een wark. Waarom niet? Ach, er zit geen crossbow erop. Dus... Wacht, waar is hij? Oh, hier. Hey, wark, kom hier. I don't like you. Fuck you. Zo. We hebben onderhand al aardig wat wark. We gaan weer rotten flesh eten, wat nou niet echt bepaald handig is. Oh, fuck. Weg hier. Dat zijn er te veel, En ik wil niet dood, Nee, dat wil ik niet. Ik ben nog te jong om te sterven. Oh, mijn god. Oh, fuck. Kom hier dan. Nee, hey. Bitchfight. Winnen we dit nou echt? Nee, nooit dat we dit winnen. We gaan eraan. Nooit gaan we dit winnen. Ja, we winnen hoor. Jongens, we gaan winnen. Oh nee, toch niet. Nou, dat was onze armor. Ja, een beetje jammer weer. Kijk, zo leuk is het nou om in deze mod lekker op verkenning te gaan. Don't like it. Maar hey, we hebben nog iron. Dat is nice. Dat is really, really nice. Ik heb hout nodig. Wacht, wordt het nacht? Ja, het wordt nacht. Ik ga even slapen. Zo, lekker slapen. Ik haat om in de nacht met oorlogs op te zitten. Ik weet begot niet meer waar ik dood ben gegaan. Ik ben ook gewoon maar een random kant op gelopen. Dus ik ga even wat hout verzamelen. Oeroeks vermijden. Wat nogal moeilijk is hier. Laatst stond er een oeroek haai voor mijn deur. Oh, fuck you. Go away. Is hij weg? Weet je, we wagen het gewoon. Fuck. Oh, fuck. Nee. Het stikt hier van de Urukai, man. Oh, fuck. We gaan eraan. Zo komen ze nog in ons huis. Ja, ze... Dit is fucked up. Heel erg. Fucking Uruk. Kom op, ga door die deur heen. Zo komen we ook nooit een Dunedain Range. Kijk, ik heb hier nog een mooie slaapplaats. Yay. Stel voor, ze zit een keer in mijn huis. Heb ik hier een mooie hiding spot. Oh nee, ze zit in mijn huis. Ik heb hier een mooie dirtblock. En daarachter heb ik een bed. Nice. Oh nee. Zit er in die mijn ook een oeroek? Dit meen je niet. Waar is het? Oh nee, kut. Hij schiet. Hij heeft bo. Oh fuck. Jongens. Het lijkt wel alsof we opgesloten zitten. Hallo. Ik kan het gewoon oppakken. What the fuck? Maar... Ik zie maar één uitweg en dat is een deel van ons huis. Echt gewoon keihard slopen. En dat doe ik niet graag. Maar ik zit ook niet graag de hele tijd hier opgesloten. Oh, kijk, dit kan wel. Hier heb ik geen last van. Oké, daar heb ik wel last van. Fuck it. Fuck this. Maar we doen het voor het goede doel. En dat is gewoon blijven leven. Dus. Oké, even wat sticks maken. Oké, regel nummer 1. Zwaard. We kunnen ook dek... Nee, we doen gewoon zwaard. Kijk, mooi zwaard. Ik maak wel een helm. Fuck this. Ik heb echt geen idee of we dit kunnen winnen. Ik hoop het. Zijn ze weg? Is hij weg? Liber.
Raided. Yippie. Oké, jongens, we gaan voorzichtig te werk. Heel voorzichtig. Dit doe ik met mijn handen, zonder van mijn zwaard anders. I don't like this at all. I don't fucking like this. Dat is echt een groot nadeel aan deze, ja. Hoe zou ik het zeggen? Aan deze mod. Ja, ik kan even niet op het woord, sorry. Sorry daarvoor. Ach, nou niet. Zo. Even deze boom, dan vind ik het wel weer mooi. Dat is wel een voordeel aan deze plek. De oeroeks zijn een groot nadeel. Maar voor de rest, qua omgeving heb je het mooi. Sorry. Bijna. Bijna. Kom op. Ja, weet je, daar heb ik ineens de fut voor. Ik ga zo snel mogelijk weer terug naar ons huisje. I want to go home right now. Just behind the closed door. Zo. Enig. Hup. Spruce wood. Nee. Hup. Het is een heel andere kleur, maar maakt niet uit. Oké. Het volgende wat we nodig hebben is nu een pickaxe. Hup. Pikken. Ik heb echt een pik op die pickaxe hoor. Nou ja, je hebt ze wel nodig. Ja, dan moet ik even wat hakken. Wel survivalen. Ik ben er niet goed in, maar ik kan het wel. Nou, ik vind dit wel even goed. We hebben meer sticks nodig. Hup. Nou, vind ik allemaal mooi. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Huppakee. Ja. Kut, die workfur zijn we ook kwijt natuurlijk. Kunnen we ook een armor maken. Balen. Erg balen dit. Oh no. He saw us. He saw us. Fuck you. Fuck you, Orak. Fuck you. He's dead. Hey. Is dit een speer? Oh nee, dat is een bot. What the fuck? Oh, wacht. Hier. Hier staat... Wel die speer. Geef me die speer. Hij wil me die speer niet geven, jongens. Yo. Yo, moet je fucking... oh, wacht. Ik dacht dat jij een crossbow had. Oh, hij poison dagger. Die zijn kut, echt waar. Oké, laten we even wat kool gaan hakken. Een epische episode. Laten we hopen dat we geen oeroeks meer tegenkomen. Ik mag die oeroeks niet. Hey, copper, copper. I love copper. Je kan er toch wat mee. Dan moet je ook nog tin hebben. Wacht, is het wel koper? Ja, ik heb echt niet veel verstand van dit soort erts.
Dat hadden jullie waarschijnlijk al door. Iron. I love iron. I love everything that I can find. Unless Uruks and Orks. Oh no, I said I don't like you. So why do you come fight me? Because I'm gonna kill you. Just because I can. Fucker. Weet je wat? We gaan nog iets verder. Iets verder. We gaan weg. Fuck this. Okay, jongens. I want to go home right now. I don't like wargs. I don't like orcs. Oh mijn god, ik word hier echt zo afgemaakt, hè. Zometeen, als ik niet snel genoeg ben. Ga ik de goede kant op? Zeg ja. Nee. Rot op. Shit, ik ben poisoned. Fuck you. You poison me. You bitch. Biatch. Oké. Volgens mij gaan we echt totaal de verkeerde kant op. Ik ga eerst even dit hakken. Ik heb bij god geen idee wat het is. 10! Het is 10, jongens! Maar dan moeten we wel weer de weg terug zien te vinden. Oh mijn god. Ik ben zo slecht in de weg terugvinden. Maar ik weet in ieder geval, hier moeten we niet heen. Wacht, maar zien. Oh kut, we zijn met z'n tweeën. Zullen we het doen? Zullen we YOLO-stijl? Ja, jongen, we gaan gewoon YOLO-stijl. Fuck you. Die. Crossbow. Shit, ze hebben beide crossbow. Fuck. En ik ben dood. Ik haat die Uruks. Vooral met crossbow. Wat een noobly start. Jongens. Ik heb er gewoon echt helemaal geen zin meer in door die klote Uruks. Weet je, jongens, ik ga gewoon een beetje off-camera work doen. Een beetje kloten. Tot ik weer mijn resources heb. En ja, zie ik jullie wel bij de volgende aflevering. En daarbij zullen we die Uruks even showen what we got. Tot dan, jongens.